Het wordt echt geweldig. Hey joh, ziet er goed uit. Dit is dit fabulous pak. Hebben jullie ooit met jullie partner willen samenwerken? Hallo, hallo, hallo. Ik ben weer thuis. Ik ben net met Jordi, die hier achter zit. Hallo. Op pad geweest, we zijn namelijk op bezoek geweest bij Ronnie Flex. Voor iets spannends wat met Linda en mij te maken heeft. Ah, het wordt echt geweldig. En hij is echt zo'n lieve, aardige, bijzondere guy. Ik ben echt super trots dat we met hem iets heel erg bijzonders en tofs gaan doen. Daarover snel meer. Ik ben nu thuis en er is nog best wel wat werk te doen. Maar ik wil even mijn huis mega op gaan ruimen. Want ik word er helemaal onrustig van en... alles is één groot stapeltje. Papierwerk, kleren, badkamer. Ik heb mijn New York koffer nog niet eens uitgepakt. En we zijn alweer 3 weken verder. Dus ik moet even wat orde in de tent. Maar ik kom een moment. Dat ga ik nu doen. Ik heb helemaal een chillpakje hiervoor aan. Ik ga mijn haar vast doen. Misschien zelfs mijn make-up eraf halen, zodat ik er helemaal in zit. Kijk, dit soort toestanden. Dit kan allemaal echt niet. Stapeltje 1. Stapeltje 2. Stapeltje 3. Ook even jullie aandacht voor dit geweldige ding. Dit is een thermobeker. Thermosbeker? Hoe heet dat eigenlijk? Thermoskan. Thermoskan? Maar kan is het ook weer niet. Geweldig ding wat ik bij Hey heb gekocht. En al mijn vriendinnen hebben dit. En die zeggen echt dat dit geweldig is. Dat Lena vertelde, geloof ik, dat ze 's ochtends thee hierin had gedaan. En in een vlucht zat. En toen uren later... dacht, oh, ik heb nog iets te drinken. Ik pak dit erbij. En dat het toen nog te heet was om te drinken. Dus ik heb hele hoge verwachtingen. En zo ziet het eruit. Roze met een rode dop. Heel glossé-achtig, vond ik. Hoe gezellig zijn mijn nagels ook. Ik heb zelf gelakt 3 kleuren blauw. En hier dan weer andere. Alleen chipt het gewoon zo snel. Ik wil eigenlijk echt een leuke gel... lak set voor thuis. Daar ga ik even onderzoek naar doen. Als jullie lakjes weten of een leuk klein lampje wat je thuis neer kan zetten, laat het me zeker even weten in de comment. Ik ben nu 1 uur of 2 bezig en dit ziet er weer netjes uit. Dus dat is heel fijn. Dit ziet er ook weer netjes uit. Ah, rustige plankjes. Heerlijk. Hier moet ik even betere bakjes voor vinden. Nu staan hier nog wat kleren die ik aan heb gehad en pakketten en dat soort dingen. Dat wordt een volgende stapeltje. Nu ben ik hiermee bezig. Ik heb de keukenkastjes sommige al opgeruimd. Het viel mij op dat ik veel abrikozenjam en veel chilipoeder heb. Oké, interessant. Hier koffievoorraadje. Dus nu ontstaan er weer nieuwe dingen die georganiseerd moeten worden, maar dat is prima. Wat mijn tactiek dus eigenlijk is, wat ik van Marie Kondo heb geleerd, is niet per kamer opruimen, maar per categorie. Nou ben ik dat nu niet heel strikt aan het doen, want ik ben in de woonkamer begonnen. Maar als ik iets tegenkom wat niet op die plek hoort, breng ik het wel meteen naar die categorie. Dus als ik ergens een lippenbalsem zie, moet die meteen naar de badkamer bij mijn toiletspullen. Papierwerk op een stapel, zodat ik daarna per categorie ook nog alles kan filteren. Dus dat vind ik wel een goed systeem. Ondertussen maak ik ook afvalstapels. Papier bij papier, glas bij glas, dat soort dingen. Dus dit is lekker veel uitzoekwerk. Goedemorgen! Ik zit in mijn woonkamer te werken. Oh, ik heb hier echt een mega plekje. En voor het opvrolijk van mijn dag heb ik een lekker neon shirt aan. Ik heb nog heel even mijn broek open op zitstand. Deze spijkerbroek zit net iets te strak, maar ik had gewoon zin om iets leuks aan te doen. En soms als je echt een outfit aan hebt, dan voel je je ook klaar om te knallen ofzo. En dat is wel mijn plan voor de dag. Oh, het is hier zo lekker opgeruimd. Oh. Daar ligt een stapeltje van Jordi. Ik heb er weer een sessie op zitten met mijn coach Jord. En ik wil hem de hele tijd even in de vlog. Maar we zijn natuurlijk zulke persoonlijke dingen aan het bespreken dat dat niet gepast voelt en niet relaxed is. Maar hier is hij dan, de supercoach Jord, die normaal altijd in Bali zit en nu in Nederland is. Heel leuk. Even zwaaien hoor. Yay, supercoach Jord! Jord, hoe vind je het gaan tot nu toe? We hebben het natuurlijk net al een beetje besproken. Volgens mij zijn we langzaam een hoogtepunt te bereiken. Yara heeft het vooral moeilijk gemaakt voor mij aan het begin. Oh ja? Ja, langzaam beginnen we tot de koor te komen. Leuk, leuk, leuk.
Hoe vind jij het om mij te coachen? Hoe vind jij mij als coachie of als persoon? Leuk, vooral een uitdaging. Zoals ik net zei, omdat je in het begin best wel veel op mijn bord gooide. Een hoop dingen om aan te werken. Want het was moeilijk voor mij om daar uiteindelijk uit te pakken, oké, wat is nou echt de core? Ja. Maar het leuke ervan is omdat je bent super dedicated. Eigenlijk iedere week als ik jouw werk weer open op de computer, dan heb ik een soort glimlach op mijn gezicht. Voor mij het stof is om mee verder te werken. Leuk. En ja, bij dat soort personen weet ik ook gewoon dat er heel veel verandering komt. En dat is uiteindelijk wat mij drijft. Ja. Ja, dat is echt het leuke, vind ik, aan samenwerken. Je kunt gewoon niet jezelf een spiegel voorhouden. Dat kan je gewoon als mens niet. Dus het is zo fijn dat je gewoon in een week weer een nieuw inzicht kan krijgen. En daar misschien wel je hele leven mee verder kan. Dus dat vind ik echt te gek. Mochten jullie ooit op zoek zijn naar iemand die je echt qua relaties of werk of goals of dingen een hele andere kant en heel veel richting kan geven, dan heb ik echt hele positieve ervaringen met Jort. Het is niet iets wat je even voor 3 euro doet. Het is echt een investering in jezelf. Dus denk daarover na. Maar ja, ik vind coaching echt waardevol. Dus ik ben super blij. It's a new me. Inmiddels zijn we thuis en hebben we gezichtsmaskers op. En kijken we dus onze New York vlog terug op de beam. Maar dat hebben we nog nooit gedaan. Dat is echt heel grappig en leuk. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag. Ik praat vandaag wat meer in de vlog. Ja, Jordi zegt nooit wat. Ik heb heel erg op mijn kop gekregen. We hebben dus de vlog teruggekregen. Teruggekregen van de publisher. Vorige week. Hij vond het... nu gaat het. Leuke bijdrage. Ik ben lekker vroeg opgestaan om te gaan werken en veel af te krijgen vandaag. Gisteren had ik even geen goede dag en voelde ik me even een beetje overwhelmed. Toen heb ik niet zoveel kunnen doen. En vandaag wel meer en toen zijn we even bij Bar Kantoor op het Westergasterrein gaan werken. Soms is het ook fijn om even in een andere plek te zitten. En nu is het al 1:00 of 3:00 middags en lopen we naar het andere kantoor, wat ook in de buurt van het Westerpark is. Namelijk mijn eigen kantoor. En lekker even wandelingetje. Hallo. We gaan ook een ijs halen. En dan ga ik daar kijken of de nieuwe spullen van Atelier binnen zijn. Dat zou geweldig zijn. En even een pakketje ophalen wat ik nog moet verzenden voor het weekend. En dan gaan we, denk ik, daar weer verder werken. Vandaag heb ik aan mijn boterzachte leren trenchcoat en een heel cute mini tasje. Wat je nu kunt winnen bij de nieuwe Linda Meijden. Er zit een check en win in. We geven echt honderden, zo niet duizenden prijzen weg. Daaronder dus ook dit tasje. Dus de kans dat je iets wint is echt nog nooit zo groot geweest. We zijn weer later en we gaan naar de verjaardag van Kim. We zijn een beetje aan de late kant. Maar we blijven natuurlijk ook tot laat. Dus wat dat betreft... Tot hoe laat in je leven? Goeie vraag. Jordi gaat morgen zwemmen van goede doel. Een paar keer worden zeggen. Daar wordt een beetje zenuwachtig van. Ik moet gewoon op tijd in mijn bedje liggen. Om morgen killer prestatie te leveren voor al mijn donateurs. Dank jullie jongens. Dank jullie. Ja, dat wordt nog wel. Ja, ik ben echt benieuwd wat er ons morgen te wachten staat bij deze swim. Ik heb een maatje te klein wetsuit aan, dus dat is sowieso sexy. Oh, ik zou zo snel komen als ik jullie was. Maar nee, dit wordt natuurlijk te laat uitgezonden. Jammer. Helaas. Een hele stralende goedemorgen. Vroeg. We zijn om 7:30 opgestaan omdat Jordi gaat zwemmen. In Scheveningen. Met WNF. In een actie om de oceanenplastic vrij te krijgen en de natuur te beschermen in de zee ligt. Ze hebben meer dan een ton opgehaald, echt waanzinnig. Dank jullie wel ook voor de mensen die iets hebben gedoneerd, echt te gek. En Kim's verjaardag was heel gezellig, ik ben wat langer gebleven.
Dus ik ben vrij moe. Net stond het kotsen me naderder dan het lachen. Dubbele influencing hier ook. Dubbele influencing. Tot zover de interessante info. Ik ga helemaal een stukje hoor, die heeft zijn wetsuit aan. Hij vroeg aan mij, kun je een klein handdoekje pakken? Dus ik heb een gastenhanddoekje gewoon om hem mee af te drogen straks. Dit hele lijf, handdoekje van 30 centimeter. Hallo. Hey Joch, ziet er goed uit. Nou, ik snap wel waarom ze het een wetsuit noemen. Maar je hebt nog een uur om dit... Voor de swim, nu heb je dit al aan. Voor gaan ze briefen. Oh. En wat vraag ons van? Ga je dit ook? Ga je dit nu opzetten? Wil je dat graag? Ja. Even een strandlaken uitwapperen. Even chillen in de zon en we hebben echt kinderfoods opgesteld. Hey, hallo. En kipnuggets. Hallo, hallo, hallo. Het is vandaag woensdag. Vandaag heb ik even een heel leuk event. Ik ben hier samen met Jordi, die alle spullen wil verzamelen en stelen in het huis. In Villa Nicola. En dit is echt de best ingerichte plek van de stad. Waar allemaal spulletjes staan, maar dan wel heel... Hey. Wel heel goed gecureerd. Wauw. Coffee table goals. Wat we hier vandaag gaan doen is dat Celine, mijn lieve vriendin, een make-up workshop gaat geven. En ondertussen gaan we lunchen. Dus ik kan me geen betere combinatie wensen. Ik leer allemaal nieuwe dingen over eyeliners en skincare. En ondertussen mag ik brownies eten. Die er zo lekker uitzien. En al mijn vriendinnen zijn hier bijna, dus dat is hartstikke gezellig. Ik film jullie even. Nina, hallo. Hey C, de ster van het event. Hoe mooi zie je er weer uit. Het is niet normaal dit. Mingo. Kijk deze leuke look. Hatsa. Ik vind het zo dat ik niet zoveel weet dat ik niet zwemmen. De pistaches, die zijn vegetarisch en glutenvrij. Leuk om in een ruimte te zijn met allemaal mijn idee. Terwijl dat vind ik allemaal ook zo zelfmeet zijn. Dat is echt gek. En wat ook heel leuk is, is dat ik deze oorbellen in heb van Sabrina's lijn. Dit is curated. En dat we met z'n drieën dat allemaal in hebben. Ik laat het zo even zien. Sab heeft een heel lekker tie-dye jeans aan. Het billetje hoor, waar is dit nou weer van? Oké, is goed. Loki. En Nina heeft deze oorbellen in. En Ruby heeft deze oorbellen in. Ja, dit is echt te gek. Eigenlijk is dit een soort ideetje wat ik eigenlijk al een hele lange tijd samen met Lena op het oog had. We hadden zoiets van, oh, we moeten echt verkeer met het hele account. We moeten samen gaan zitten. En we moeten gewoon eens een keer een make-up klasje doen waarin iedereen zijn vragen kan stellen. Dat groepje kun je dus oplichten met een iets lichtere concealer. Dus als je dat precies hier erin legt, komt dat wat meer naar voren, waardoor het gladder lijkt. Gooi je dan wat poeder overheen zodat het matteert. En je hebt gewoon een smooth under eye. Dan zijn deze plekken... Ze zegt gewoon, maar... Gewoon. Dit is leuk. Oh my god. Maar het is ja, gewoon een beetje schilderen. Oh, heel leuk. En hey, veel mensen vragen zich altijd af van hoe weet ik nou welke kleur bij mij staat. Heb jij daar nog een soort foolproof tip? Bijvoorbeeld bij bruin haar vind ik dit vaak mooi. Of bij blond, of denk je echt scheid? Scheid. Ja? Scheid. Weet je, er zit wel een bepaalde theorie achter dat bijvoorbeeld als je een warm bruine oogschaduw gebruikt bij blauwe ogen, dat je blauwe ogen meer eruit poppen. Mm-hmm. Dat als je koelere oogschaduws gebruikt bij bruine ogen, dat die bruin juist wordt geaccentueerd. En dat je daar hele flattering tones in hebt. Ja. Als het op dit soort make-up aankomt, zeg maar, het hierop aankomt, dan zou je gewoon doen wat je wil. Ik bedoel, je durft ook een roze blouse aan te doen met blauwe en weet ik veel wat allemaal kleuren nagels. Ja. Dus waarom kunnen we niet naar make-up kijken als een accessoire en alleen maar als een beautification ding? Ja. Babes, goedemorgen. Gisteravond hadden we
Kim's verjaardag nog een keertje gevierd door lekker uit eten te gaan bij Bellastoria, een restaurantje bij ons in de buurt. Wat er helemaal niet boeiend uitziet, maar waar ze zulk lekker Italiaans eten hebben, is echt niet normaal. Als je in Amsterdam woont en op zoek bent naar iets, ga daar zeker een keer langs. Echt geweldig en de bediening is ook zo leuk. Iedereen die daar werkt is Italiaans. Heeft een dik accent, is zo charmant en uitgesproken. Is echt een super leuke ervaring. Het is nu een super mooie dag. Het wordt volgens mij 26 graden, echt heerlijk. En Jordi en ik hebben nog een paar dingen op de agenda staan. Eigenlijk is het een beetje een soort van Jordi plus één weekend. We zijn gisteren natuurlijk naar de swim geweest. We gaan zo meteen gezellig naar een familieverjaardag voor Jordi. En zijn kleine neefje is jarig, die zo cute is en die altijd met mij wil knuffelen. En ik ben echt dol op kinderen en op baby's. En ik wil altijd heel graag met die kleine mormels knuffelen. Maar dat is natuurlijk best raar als het niet je eigen kinderen zijn. Ik heb nul vriendinnen met kinderen, dus ik heb ze niet veel in mijn leven om mee te hangen. Maar neefje en nichtje van Jordi gelukkig wel. En die zijn nu nog in de fase dat ze mij heel leuk vinden en ook interessant omdat ik het laatst bij de familie ben gekomen. Dus ze willen altijd naast mij zitten bij het eten en zo. Dat is echt het liefste ooit. Dan gaat Jordi spreken bij een panel van Vogue over duurzaamheid en mode. Super interessant. Daar ga ik natuurlijk ook mee naartoe. En dan ga ik denk ik werken aan Linda dingen. Tekst lezen, mijn editorial moet afgeschreven worden. Dat is altijd best wel een klus. Dus dan zit het weekend er alweer op. Ik ga heel snel even mijn haar krullen en misschien nog een klein beetje make-up opdoen. Ik dacht dat ik wel genoeg op had, maar nu ik het zo zie is het best wel een naked face. Ik heb weer een beetje onzuiverheden van die hele kleine mini bultjes. Op mijn voorhoofd vooral. Voornamelijk denk ik door gewoon slechte voeding. In Amerika heb ik echt alles gegeten wat los en vast zat. Dat was echt een food expeditie. Toen had ik een familieweekend waar ik ook niet heb opgelet. Nu heb ik Kim's verjaardag al 2 dagen achter elkaar gevierd. En ik heb ook bijna niet gesport omdat ik het heel druk had. Dus ik merk dat gewoon heel snel in mijn huid. En ook wel meer zuivelproducten weer gegeten. En suiker en gefrituurde dingen. Dat zijn gewoon echt triggers bij mij. Dus daar ga ik weer heel even aan trekken. Want los van dat het niet fijn voor je lichaam is, vond ik het zo fijn om eindelijk echt een hele mooie huid te hebben af en toe. Dus ik wil zeker niet dat dat weggaat. Heb ik dit al ooit verteld? Ik heb dus uit een restaurant een keer laatst een schelp meegenomen. Bij Café Amsterdam was dit. Waar je een zeeplateau in krijgt. En dat gebruik ik nu als sieradenbakje. Zo mooi. Hier ligt dan een, hoe heet zoiets? Een clam. Oh, hoe heet dat nou in het Nederlands? Ik kan het even niet opkomen. Kokkie? Ligt daar denk ik in. Maar het zag er zo mooi uit. Ik dacht, oh, het is een soort zeemermin en sieradenbakje. Let's go. Ik heb dus 13 oorpiercings. Dus het is altijd even een werkje om dat lekker vol te hangen. Veel dingen laat ik ook wel gewoon inzitten. Ik heb ook wel echt zin om wat nieuwe dingen uit te zoeken. Nu is het gewoon best simpel allemaal. Veel kleine ringetjes en een paar kleine diamantjes. Ik heb geslapen met nat haar, waardoor ik eigenlijk vanzelf al allerlei bewegingen erin krijg. Maar ik wil het nog een klein beetje fine-tunen. Ik gebruik nu even deze tang, omdat ik mijn Amerika-koffer nog steeds niet heb uitgepakt. Maar ik wil eigenlijk liever met een steltang werken. Of met één die iets rechter is. Ik gebruik dit eigenlijk een beetje hetzelfde als de steltang die ik jullie laatst liet zien. Meer knikjes maken dan krullen. Ook omdat we gewoon dat niet heel erg nodig hebben, maar ook
Omdat we elektrisch rijden gewoon heel chill vinden en je door de hele stad tussen auto's kan pakken. Zoals car-to-go en fetchen en dat soort dingen. Ik kan me wel voorstellen dat we op een gegeven moment een eigen auto zouden kopen. Maar dat is nu echt niet aan de orde. We hebben het gewoon bijna niet nodig. Dus alles wat we niet kunnen bereiken, nu op de fiets of op de trein. Zeker. Dus het is echt zo'n handig systeem. Nou, we zijn nu in de Bijkorf met Jordi. Hij gaat dus nu zijn talk houden samen met Bo. Met Nathalie en Maxime van Time, die een duurzaam kledingmerk heeft. En Nathalie van Vogue. Ik ben heel benieuwd. Ja, het was voor mij niet per se dat er heel veel slecht beeldmateriaal was van het kledingmerk. Je had natuurlijk wel campagnes zoals van Patagonia toen. Toen zei don't buy this jacket. Oh ja. Dat vond ik heel fantastisch. Die soort van anti-campagne op een eigen product. Maar dus ik kijk eigenlijk, nou, ik zei, bij Ahold heb ik ook een analistenfunctie gehad. Dus ik ben ook een beetje een geek. En ik vind het heel leuk om bij een merk op te kijken van, hebben zij een duurzaamheidsstrategie? Het is heel makkelijk te vinden op een website. Ja. Een beetje in te duiken en daar te lezen. Ik ben lekker aan het werken, terwijl we op de achtergrond ook Million Pound Menu, geloof ik, heet. Kijken over mensen die een concept hebben en een restaurant beginnen. Heel erg leuk. Wel echt iets wat ik denk ik nooit zou kunnen. Hey guys, mini update. Het is maandagavond 10:30 en ik ben nog steeds aan het werk. Dit is gewoon de modus van de hele dag. Lekker op mijn kamertje. Als ik echt heel druk ben en heel veel dingen door elkaar aan het doen ben, dan vergeet ik gewoon te vloggen en voelt het ook gewoon heel saai om te filmen wat ik aan het doen ben. Evie heeft een klein ongeluk gehad op de fiets. Ze is oké, maar ze moet even rustig aan doen. Wat ik super zielig vind en waardoor ik even wat harder aan het rennen ben zelf. Omdat ze echt wel een driving force is bij mijn werkzaamheden. Dus ze wordt zeker gemist. En Kelly was er vandaag, wat super leuk is. Daar heb ik echt al een jaar niet mee gewerkt of zo. Dus dat is heel fijn. Ik ben vooral met regeldingen bezig geweest voor atelier. Met de KVK is het steeds gedoe. Dingen die echt in een dag geregeld zouden kunnen worden, doen er maanden over. En dan krijg je opeens weer een brief. Het slaat echt helemaal nergens op. Zo'n log bedrijf. Echt niet te doen. Niks kan ook telefonisch gedaan worden. We zijn er al 4 keer zelf naartoe gegaan om te kijken of dat uitmaakt. Maar het schiet allemaal echt niet op. En bankzaken die daar dan weer aan gekoppeld zijn. En waar ben ik nog meer mee bezig geweest? Ja, echt van alles. En veel Linda dingen. En gewoon even wat zaken op orde krijgen. Nu ga ik even slapen zodat ik morgen fit ben. Ik leg even mijn spullen klaar voor morgen. En mijn outfit. Ik heb een heel nice nieuw pak. Even kijken of ik het kan laten zien. Goeie tour. Dit is hem van Fabien Chapeau. Een donkerblauw pak met zilveren manen erop. Dus het is echt een soort Galaxy Midnight Blue geweldig pak. Ik moet morgen een grote presentatie geven. Dus ik wil even iets leuks aan en ik hoop dat dit goed zit. Ik ga het zo even passen of morgenochtend. Goedemorgen, ik ben zo moe. Heel laat gaan slapen en ik had heel vroeg mijn wekker gezet. Maar toen ben ik een 30 minuten blijven liggen. Dit is dit fabulous pak van Fabien Chapeau. Het is alleen veel te lang voor mij. Check. Hallo. Dus die kan ik nu nog even niet aan, maar wel echt geweldig. Ik zit lekker te wachten met een mega formaat koffie. Oh, ik zie er echt moe uit, jongens. Dit traanoog wordt ook zo vaak een beetje ontstoken, waardoor die nog kleiner lijkt. Nou ja, nog kleiner. Gewoon kleiner. Top. Ik heb een heerlijk lakbroekje aan met een kropprint erin. En ook een plastic jas, dus dat was iets te veel aluminiumfolie gevoel in mijn leven. Hallo? Ik ben nu thuis en ik ben weer in die fase beland tot het herfst is. En dat je eerst 40 minuten in je jas op de bank gaat liggen. En nog even op je mobiel gaat in plaats van dat je gewoon lekker je jas uit doet en je chillpak aan doet. Wie doet dit nog meer? Waarom doen we dit? Ik snap hier niks van. Ik doe dit zo vaak. Het is helemaal niet lekker. Ik zit er gewoon in plastic gewikkeld alsof ik een rookworst ben. Het is geen comfortabel leven. Maar ik doe het toch. Het is nu 7:30. Ik ben thuis. We hebben strategiedag gehad met Linda en net 5. Ik heb ook wat over Linda Meijden verteld en de koers voor 2020. Ik had een hele leuke presentatie. Ik had verder het verhaal eigenlijk amper voorbereid. Maar het zat gewoon wel in mijn hoofd. Dus het was wel prima en enthousiast denk ik. Achteraf denk je ook wat dit en dit nog willen vertellen.
Maar goed, ik vind het ook wel weer fijn om zoiets een beetje spontaan te houden. Dus prima. Ik heb nog volgens mij best wel lekker eten van gisteren. Wat ik eigenlijk als lunch had besteld. Maar niet heb meegenomen omdat ik het was vergeten. Ik heb een soort rijstding met lumpiaatjes. Heerlijk. Verder ga ik denk ik... Ik kreeg Jordi niet te pakken. Dus volgens mij zijn we met vrienden. En ga ik denk ik lekker even mijn make-up eraf halen. Een gezichtsmasker opdoen. Een meidenserie aanzetten. En ondertussen wat werken. Ik vroeg me trouwens ook af. Weet daar iemand of er sheetmasks zijn? Die van recyclebare of biodegradable of whatever materialen gemaakt worden. Die niet vervuilend voor het milieu zijn. Dat zou ik heel graag willen weten. Dus laat het me zeker even weten in de tips hieronder. Anders moet ik toch weer terug naar andere oplossingen. Die niet sheetmasks zijn. Maar ik vind ze zo lekker en effectief. Maar het is natuurlijk helemaal niet goed voor het milieu. Ik moet weer naar Charlotte, zie ik. Mijn haar begint echt lang te worden. Oh ja, verder heb ik... Kijken, zijn we vandaag de hoesjes naar de drukker gebracht. Om het atelierlogo te laten bedrukken. Ik wil dat in Nederland doen, zodat ik zeker weet dat het goed gebeurt. En komen ook de brede paarrecorden. Volgens mij deze week binnen van onze leverancier. En dan is alles compleet. En dan kunnen eindelijk de pre-orders eruit. Ik hoop dat we dan genoeg voorraad hebben om even een tijd vooruit te kunnen. Er komen wel twee hele leuke publicaties aan. Dus ik denk dat ik gewoon al snel weer door moet gaan met alles. Maar ik heb het dus eigenlijk nog gewoon niet echt durven promoten of whatever. Omdat je toch gewoon echt tegen bugs aanloopt in het begin. En dat is super vervelend. En dan ontkom je gewoon bijna niet aan. Maar dat wil ik natuurlijk eigenlijk niet. Dus ik hoop dat dingen nu elke keer weer steeds beter gaan. En het is echt een oefening en echt nog verre van perfect. Maar we doen mega ons best. Het lijkt me natuurlijk ook te gek om bijvoorbeeld rond de feestdagen een mini pop-upje te doen. Ah, waar ik dan ben en jullie kan ontmoeten en waar je spulletjes kan kopen. Dat zou echt gek zijn. Zou ik zo leuk vinden. Maar het kost natuurlijk super veel geld. Maar dat zou wel echt een droom zijn. Ik ben ook niet van de mega strakke berekeningen. Ik doe dat soort dingen echt op gevoel. Dus Jordi helpt me nu met wat planningen en targets en dat soort situaties. Wat wel echt heel leuk is. We hebben echt onze sterke kanten combined wel in dit verhaal. Dus ik vind het wel heel leuk als hij mij wat dingen kan leren en een beetje kan helpen hier en daar. Zouden jullie ooit met jullie partner willen samenwerken? Dus met je vriendje of je vriendinnetje? Boyfriends en girlfriends. Ik dacht altijd van niet. Maar nu we hier een beetje dingen samen doen, denk ik, oh, dat is echt best wel fijn eigenlijk. Ik doe natuurlijk alles voor een groot deel toch in mijn eentje. Los van super geweldige teammembers en freelancers. Maar niet zozeer die met mij alle beslissingen maakt. Dus dat is wel heel fijn.